iedereen, welkom bij mijn kanaal en vandaag ga ik een video maken over prenatale lessen. En het specifiek over hoe een bevalling nu eigenlijk in gang gaat. Want er staat heel veel op het internet en heel veel informatie daar rond, maar wat is dat nu eigenlijk exact? Dus daar ga ik een beetje over vertellen. Like en abonneer deze video zeker als jullie hem leuk vonden. En ja, laat zeker weten wat jullie over vonden en of jullie nog vragen hebben. Laat die achter in de comments en ik ga die dan beantwoorden. Dus eigenlijk een bevalling, iedereen denkt dat je één soort weeën hebt, maar dat klopt niet. Je hebt dus gewone weeën, ontsluitingsweeën en persweeën. Je gewone weeën, dat begint zo'n beetje samen te trekken. Die heb ik eigenlijk nooit niet gehad, want bij mij is onmiddellijk mijn water gebroken en ja, mijn weeën zijn onmiddellijk begonnen. Dat zijn eigenlijk uw ontsluitingsweeën. Dat is waar je ontsluiting van krijgt dat uw kindje door uw bekken eigenlijk naar buiten kan. Dan heb je nog persweeën. Dat zijn echt uw weeën dat je gaat beginnen persen, dat je druk gaat beginnen krijgen. Dat uw kindje wil eruit. Dus je moet beginnen persen en je lichaam weet dat. Je kunt dat niet tegenhouden, dus je begint vanzelf eigenlijk te persen. Dan heb je ook nog verschillende dingen omtrent uw bevalling. Je hebt dus inleiden, je hebt ook een vacuumpomp, dan heb je, ja, je hebt heel veel dingen. Dus laat zeker jullie vragen achter, want ik ga niet alles kunnen bespreken. Maar je hebt dus een vacuumpomp en als je kindje dit niet uitgraakt van zijn eigen, dan zetten ze eigenlijk een pomp op het hoofd en dan trekken ze die eruit. Maar dus eerst heb je je weeën, dan breken je water en vanaf je water gebroken is, moet je naar het ziekenhuis. Of als uw wee in 5 tot 6 minuten tussen elkaar zitten. Dus dat is vanaf dat uw wee stopt tot wanneer de wee terug begint, dat moet 5, 6 minuten zijn. Dus niet uw wee zelf. De echt ertussen. Dan moet je dus bellen naar uw verloskwartier en zeggen van kijk, mijn wee zijn 5 tot 6 minuten tussen elkaar. Of mijn water is gebroken, wat moeten we doen? En dan gaan ze zeggen, ja, kom maar binnen. En dan moet je eigenlijk op voorhand ook zeggen welke soort kamerkeuze dat je wilt. Een bevallingsbad, een gewone kamer, of dat je op een 1- en 2-persoonskamer wilt liggen als je bevallen bent. Dus niet je bevalling zelf, maar als je bevallen bent. Dan gaat je eigenlijk, als je gebeld hebt, ga dan naar het ziekenhuis. Dan ligt je in het ziekenhuis. Nu, in de tijden van corona, daar ga ik nog een filmpje van maken, laat je echt een test doen. Maar dan gaat je dus naar het ziekenhuis. Je krijgt je kamer. Je pakt je vluchtkoffer mee. Daar ga ik nog een aparte video over doen. Maar je pakt die koffer mee en je zet dat er allemaal. Je maakt je comfortabel. Ze komen ook eerst een infuus prikken. Omdat ze bepaald soort vloeistoffen erdoor moeten geven. Of als je koorts hebt, dan moeten ze een koortsweerend middel geven. Als je persweeën niet genoeg zijn, dan geven ze extra oxytocine. Zodat je meer kunt beginnen persen. Omdat je drang om te persen is er niet. Dat heb ik ook gehad. Maar dat ga ik allemaal uitleggen in een andere video over mijn ervaring van mijn bevalling. Dit is nu eigenlijk in het algemeen hoe dat eigenlijk al die dingen in elkaar kunnen zitten. En vanaf dat je in het ziekenhuis bent, dan geven ze dus je infuus. Dan laten ze op je maxje bekomen. Dan geven ze ook een waterfles. En dan daarachter komen ze u eigenlijk aan de monitor leggen voor de hartslag van uw kindje en uw weeën te kunnen in kaart brengen op zo'n machine. En dan gaat dat zo omhoog en naar beneden. Achter dat ze dat dus allemaal hebben gedaan, je moet daar dus voor een half uur aan liggen. Dan komen ze terug, dan halen ze u eraf. En dan mogen ze op uw maxke tv kijken. In mate mogelijk, hè. Je kunt ook een epidurale krijgen en dat krijg je achter die monitor. Bij mij was dat, mijn weeën was zodanig dat ik dat niet voelde, die epidurale. Dat is bij iedereen zo. Dus geen schik hebben voor die epidurale. Ik was zo natuurlijk mogelijk, maar dat gaat niet altijd. Dus ik heb een epidurale gehad. Dan steken ze die, dat doet niet veel pijn. En je hebt daar ook geen last van. Je krijgt ook zo'n pompje aan je dat je kunt drukken als het neiger pijn doet. Als dat allemaal is gedaan, komen ze dus om de 2 uur voelen hoeveel ontsluiting dat je hebt. En dan zeggen ze u vanaf dat je 10 centimeter sluiting hebt, we gaan beginnen persen. Dan gaat je uw lichaam gaat zoiets hebben van, ja, ik moet beginnen persen. Dan begint het te persen. En ze laat nu eigenlijk op uw maxje persen, even stoppen, persen, even stoppen. Maar we moeten dus 3 keer persen
tegen dat je mocht stoppen en dan moet je wachten tot de volgende pers weer er is. Je mocht maar persen vanaf je pers weer er is. Dus elke keer dat er een wee is, mogen je persen. Dan moet je dat op je maxke doen. Ze duwen ook naar beneden in je baarmoederwond, zodat je niet makkelijk scheurt. Dat voorkomt dat je scheurt. En als je een epiduralen hebt, voordat je persweeën hebt, laat dus eigenlijk je blaas om de zoveel uur leeglopen, dat het niet zou plassen. Je kunt ook, als je persweeën hebt, kakken doen op de tafel, want ze geven geen lavement meer. Dat bestaat niet meer. En dan laten ze je eigenlijk gewoon kakken op de tafel. Cru dat klinkt, maar ze laten nu gewoon kakken. En dan als die persweeën er allemaal zijn geweest, dan je moet blijven persen. En op het einde laten ze je even stoppen als het hoofdje er al is. En laten ze je even stoppen en dan moet je terugpersen en dan komt het hoofdje eruit. Dan doen ze de schoudertjes, ze draaien die en ze doen eigenlijk de handjes er één voor één uit. En ze laten die geboren worden. Dan gaan ze eigenlijk alles checken hoe dat in elkaar zit of dat je kindje gezond is. En dan laten ze op je maxje nog even op de kamer liggen. En dan kun je naar je kraamafdeling. Je kunt op je maxje bekomen, je kindje. En ze gaan ook alles kijken. Ze doen ook zo'n apgar-code of zo. Of een apgar-score. En dat is om te zien hoe dat je kindje is. Als je kindje paars ziet na de bevalling, dat is compleet normaal. Dat is geen probleem. Dat is normaal, omdat die in je baarmoeder kreeg die geen lucht. En die zat met eigenlijk via de navelstreng kreeg die bloed. En dan niet meer. Dus die wordt gewoon eigenlijk zo'n beetje paars, purper. Dus dat is geen probleem. Als je kindje niet veel wit heeft, is dat ook niet erg. Want dat betekent dat hij voldragen is. Dus hoe verder een zwangerschap dat bevalt, hoe minder wit dat hij heeft. Dat zijn eigenlijk vlokken van in de baarmoeder. Dus geen zorgen maken als hij dat niet of wel heeft. Dat is normaal. En als je kindje daar dan is, dan gaat de kinderarts kijken hoe dat is. De dokter gaat, alleen de gynaecoloog eigenlijk, kijkt of je moet genaaid worden of dat je gescheurd bent. Je kunt ook geknipt zijn. Dus als het er niet uit kon, dan knippen ze u en dan naaien ze dat nadien. Dus dat is ook geen probleem. Uw infuus, dat blijft 3 dagen zitten. Dus je moet daar geen schrik van aan. Dat blijft gewoon 3 dagen zitten. Tot wanneer je terug naar huis mocht. Maar daar leg ik meer op uit in de video over de kraamafdeling. Dit is over de bevalling. En dan mocht je naar uw kamer en dan kun je op uw maxje bekomen. Laat zeker weten wat jullie van de video vonden. Like en abonneer. En laat zeker weten wat jullie ervan vonden. En dan zie ik jullie bij een andere video. Dag!